Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit webinar over artrose van Esbria Ledenvereniging. Ik ben Judith Bouma en naast mij staat Boukje Warmink. Zij is care teamconsulent bij Medipoint en zij is ook ergotherapeut. En wij samen zullen dit webinar verzorgen vanmiddag voor u. Wat we gaan doen is dat we eerst straks een filmpje laten zien. In dat filmpje kunt u zien en horen Frans Poel. Hij is revalidatieadviseur bij Evian geweest. En hij vertelt over artrose, wat het is en wat u kunt doen om te voorkomen dat het erger wordt. En als het erger wordt, welke stappen u dan kunt ondernemen. U kunt straks na de film vragen stellen in de chat. Die ziet u rechts op uw scherm. En na de film gaan wij ook zeg maar in gesprek met u over hulpmiddelen. Dat zal met name Boukje verzorgen. Over hulpmiddelen die kunnen helpen nadat u eventueel geopereerd bent. Maar ook tijdens dat u artrose heeft. En dat er misschien hulpmiddelen iets van de pijn kunnen verlichten. Dat u daarmee een beetje geholpen bent. Dus daar gaan we het straks over hebben. En dan denk ik dat ik alles verteld heb en dan kunnen we nu het filmpje gaan instarten. Tot straks. Hartelijk welkom, dames en heren, op deze webinar over artrose, gewrichtsklachten. Wij weten allemaal dat we in Nederland allemaal ouder worden en de ouderdom komt met gebreken. Maar is dat wel zo? Ik ga u vandaag meenemen over met het onderwerp artrose en gewrichtsklachten. En, mijn naam is Frans Poel en ik ben fysiotherapeut en revalidatieadviseur. En jarenlang ervaring in de daadwerkelijke revalidatie van mensen met gewrichtsaandoeningen. Aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals fracturen, maar ook met nieuwe heupen, nieuwe knieën, nieuwe schouders en alles eigenlijk wat erbij komt. Graag wil ik u verder meenemen over dit onderwerp. En de aanleiding daartoe is dat wij allemaal weten dat Nederland vergrijst. De bevolkingsgroep die ouder is, die groeit maar en die groeit maar. U kent vast wel iemand in uw omgeving die praat over een nieuwe heup of over een nieuwe knie, wat ook veel het uiteindelijke gevolg is van een jarenlange carrière met gewrichtsklachten. Dat zien we ook terug in allerlei cijfers, dat de prognoses, maar de cijfers ook van nu, dat er wel rond de 50.000 mensen per jaar alleen al in Nederland worden geopereerd aan een nieuwe knie of een nieuwe heup. En een schoudervervanging is een goede runner-up. Dat illustreert eigenlijk dat er steeds meer klachten voorkomen aan het bewegingsapparaat. Die klachten die hoeven niet direct artrose genoemd te worden, want als je ouder wordt, word je nou eenmaal iets gebrekkiger in je bewegingsapparaat, wat minder krachtig, je hebt wat startklachten, dan moet je niet meteen denken, oh god, dat zal wel artrose zijn. Want daar gaat toch allerlei onderzoek, maar met name röntgenfoto's aan vooraf. Deze webinar is ook vooral om u wat helderheid te geven, informatie over wat er allemaal feitelijk met u aan de hand zou kunnen zijn, maar vooral ook hoe u met een goede leefstijl en beweegprogramma's, hoe u zelf heel veel aan deze mogelijke klachten kan doen. Wat is artrose? Echt de zuivere definitie van artrose is dat het een chronische, progressieve gewrichtsaandoening is. Chronisch wil zeggen dat het ergens begint en dat het niet overgaat. Progressief wil zeggen dat het op een bepaald niveau begint, dat je dat voor het eerst gaat merken. En progressief verloop wil zeggen dat het langzaamaan steeds erger wordt. En dat steeds erger worden, dat is per individu verschillend. Dat kan heel snel verlopen of in een veel langzamer proces, over jaren uitgesmeerd, maar progressief is het zeker. Hoe herken je het? De meeste mensen herkennen wel als ze 's morgens van bed afkomen dat ze wat stijfheidsklachten hebben.
dat zou je kunnen rangschikken onder normale ouderdomsklachten, dat het wat moeizaam is om op gang te komen. Maar goed, als je dan in de badkamer bent en je bent de trap afgelopen, je bent rondom je ontbijt, dan zeg je nou, ik voel eigenlijk niks meer. Lichte stijfheidsklachten. Dat zijn zo wat beperkingen die je daarvan merkt. Maar als dat toeneemt en het duurt langer gedurende de dag, mijn vervolgens ook weer is het weg, maar bij inspanning en langere afstanden lopen doet het zich weer voor, dan kan je denken van nou, hier is mogelijk wat meer aan de hand en wat meer structureel, zoals dat heet. Wat zijn dan klachten? Stijfheid, pijn, bewegingsbeperking, minder reactiekracht, dus dat je ook sneller het gevaar hebt dat je je evenwicht verliest, dat je een misstapje doet, dat je moeite hebt om van de fiets af te stappen, om dat ook snel en veilig te kunnen. Met andere woorden, dan gaat het effect hebben op je functioneren. Ik noemde net op dat artrose een chronisch progressieve aandoening is van een gewricht. En in principe kan het voorkomen in ieder denkbaar gewricht wat je in je lichaam hebt. Dat er natuurlijk ook aan de hand van de eerder genoemde aantallen operaties, dat het veel voorkomt in heupen en in knieën en een goede runner-up schouderklachten, maar ook lage rugklachten in je lendenwervelkolom komt het veel voor, maar ook in een duim of in een teen. Maar die zijn duidelijk in de minderheid ten opzichte van heupen en knieën. Dat functioneren in uw dagelijks leven wordt dat dan steeds hinderlijker. Ja, de klachten nemen toe. De stijfheid neemt toe, de pijn neemt toe. Dan is een eerste stap van dat je zegt, nou, wat medicatie om de pijn wat te reduceren. Zoals eenvoudige paracetamol of dat soort dingen. Dat is wat je er zelf aan kan doen. Maar de rode draad van deze webinar zal zijn dat wat u er zelf aan kan doen vooral zit in activiteit, in bewegingen, in aan de gang blijven, in blijf uw spieren gebruiken. Al of niet door uzelf ingegeven, maar ook veelal met wat professionele begeleiding om beweegprogramma's te ondergaan om uw eigen niveau naar een hoger level te krijgen. Krachtiger blijven enzovoort. Achter mij ziet u twee afbeeldingen van gewrichten, waarvan de ene, de linker, bedekt is met een mooie laag kraakbeen van voldoende dikte en van voldoende structuur en elasticiteit. En dat zal geen klachten geven. Maar aan de rechterkant ziet u een gewricht waar de kraakbeenlaag is aangetast. Die is dunner, die is beschadigd. Ik maak altijd de vergelijking dat de linker kraakbeenlaag van de linker afbeelding vergelijkbaar is en zo glad is als een biljartbal. En de rechterkant lijkt meer op alsof je op een broccoli kijkt. En als het heel erg is nog, zelfs op een verrotte broccoli. Met andere woorden, putten en meer een maandlandschap van kraakbeen. Daar kunnen ook allerlei puntjes en haakjes aan zitten. Osteofieten, met een moeilijk woord genoemd. Dat zijn haakjes en puntjes vergelijkbaar met haaientanden, die dan ook aan de randen van de gewrichten zitten. En die kunnen ook hele vervelende, stekende pijnen veroorzaken. Dus naast de pijn die je dan normaal al hebt, dat er ook bij een bepaalde beweging nog een extra prikkel aan pijn wordt gegeven. Die prikken dan in het gewrichtskapsel. U kan zich voorstellen dat dat heel hinderlijk is. Ik wil u graag ook meenemen nu in wat u er vooral zelf aan kan doen. U weet wellicht altijd uit allerlei publicaties en wat er ook om u heen allemaal gebeurt, dat een gezonde leefstijl de Haarlemmerolie is voor vrijwel alle aandoeningen die er maar bestaan. Met name allerlei ouderdomsaandoeningen. En in dit geval voor gewrichtsklachten en artrose geldt dat zeker ook. Wat kunt u er zelf aan doen? Een gezonde leefstijl. Wat houdt dat in dit geval? Een van de belangrijkste items is dat als je wat gewrichtsklachten hebt, dan heb je veel de neiging om wat aan je activiteiten in te boeten. Met andere woorden, die worden minder. Je bent wat voorzichtiger, je loopt wat minder, je fietst wat minder, je beweegt wat minder. Als je dan wel je normale eetgewoontes, die je al je hele leven gewend bent, in stand houdt, is er een levensgroot gevaar dat je zwaarder wordt. Je lichaamsgewicht neemt toe. En het blijkt uit de praktijk
dat lichaamsgewicht toename een van de grootste redenen is van het toenemen van gewrichtsklachten. Dus een belangrijke boodschap is, let op uw eetgewoontes, let op de hoeveelheid eten, let op wat u eet, om uw lichaamsgewicht zo goed als mogelijk onder controle te houden. En zo feitelijk is de bottom line van mijn boodschap, hoe geringer uw lichaamsgewicht is, hoe minder de klachten zich zullen openbaren. U kan zich voorstellen, als je 100 kilo weegt en op een beschadigd gewricht, dan geeft het meer klachten als dat je 75 kilo weegt. Een ander belangrijk punt is dat je moet blijven bewegen. Want krachtige spieren is voor alles goed en ook voor artrose. Met andere oefeningen. En dat kan zijn dat u dat zoekt in lopen, wandelingen maken, maar dan ook nog weer een extra booster aangeven door krachtig te lopen, door goede stappen te maken, door bewust te zijn van uw paslengte en de kracht en de afstand zo mogelijk ook steeds maar wat te vergroten. Fietsen is natuurlijk een goede bezigheid, maar ook allerlei andere oefeningen vanuit een stoel, opstaan en gaan zitten, op een oefenmat oefenen, benen in de lucht, buikspieroefeningen, rugspieroefeningen, kan u allemaal zelf doen om de gewrichtsklachten in zekere mate onder controle te houden. Dus dat is heel belangrijk dat u dat zelf doet en ook zeer regelmatig. Meerdere malen per week, het liefst dagelijks een half uurtje. De door mij genoemde zelfwerkzaamheid is het allerbelangrijkste. Ook als het in een stadium komt dat u toch zegt, ik moet toch eens even de huisarts bezoeken of ik er nog wat meer aan kan doen. Wat voor mogelijkheden heeft de huisarts dan? Die kan natuurlijk medicatie voorschrijven. Gemiddeld genomen is paracetamolgebruik wel al gemiddeld genomen, kan iemand dat zelf al halen en beslissen en uitproberen of dat helpt. Maar ook de huisarts kan er natuurlijk hele goede adviezen en aanwijzingen voor geven, hoeveel en in welke mate je dat allemaal moet innemen. En naast paracetamol kan de huisarts natuurlijk ook andersoortige middelen, zoals NSAID's, oftewel ontstekingsremmers en pijnstillers, zoals diclofenac, brufen en dat soort middelen aan u voorschrijven. Maar dat zou ik niet zomaar zelf gaan uitproberen, maar duidelijk onder begeleiding. De huisarts kan natuurlijk ook heel makkelijk voor u een röntgenfoto aanvragen, waar dan ook de staat van uw gewricht goed in beeld wordt gebracht en waar dan ook een oordeel komt van de radioloog die dat beoordeelt. En dan kan je zien in welk stadium artrose zich voordoet in het gewricht. Er zijn allerlei stadia, wat ik u al noemde, van dat er een geringe beschadiging is van het kraakbeen, tot aan dat het kraakbeen eigenlijk verdwenen is. Dat is dan op de röntgenfoto. U moet zich wel bedenken dat de uitslag van de foto en de staat waarin uw kraakbeen is, dat dat niet altijd overeenkomt met uw klachten. Met andere woorden, het kan op de foto behoorlijk ernstig zijn, maar de klachten toch nog gering of andersom. Maar toch, dan zou een mogelijke diagnose en de gewrichtsklachten dat het ook echt artrose genoemd wordt. Net heb ik u goed meegenomen in wat u er allemaal zelf aan kan doen. Als u daar onzeker over bent en u wilt daar wat meer begeleiding hebben, dan kan uw huisarts u verwijzen naar een fysiotherapeut. De specialist op het gebied van gewrichtsklachten en de begeleiding daarin. En die kan u vooral allerlei oefenprogramma's laten doen die vooral de belasting van uzelf goed in beeld krijgen. En dat u zelf weet dat u voldoende beweegt, maar het ook weer niet overbelast. Want dat is ook een gevaar. En dat kan je dan samen met een professional goed ondervinden en daarmee uw dagelijks leven inrichten. Als dan uiteindelijk het niet te houden is, de progressiviteit neemt dusdanig toe en de klachten dat het u echt dagelijks en meerdere keren op een dag behoorlijk hindert en dat het u ook echt tegen gaat staan, dan kan uw huisarts u verwijzen naar een orthopedisch chirurg. En die gaat dan ook vanuit zijn vakgebied nog een keer de röntgenfoto's bekijken, nog weer eens nieuwe maken als er langere tijd bij is verstreken, om ook weer de progressiviteit van de gewrichtsaandoening te bekijken, hoe het verloop is geweest, of het ook daadwerkelijk toeneemt. En dan heeft een orthopedisch
chirurg zal u in eerste instantie ook dezelfde weg laten bewandelen van wat kan u zelf doen, wat kunnen we nog ondersteunen met een hulpmiddel, met krachtsoefeningen, met eventueel een brace rondom een knie, een soort corset waarin uw knie wat ondersteund wordt. Maar uiteindelijk heeft die als therapeutische mogelijkheden het versleten gewricht vervangen. En in de meeste gevallen, als het dus een heup of een knie betreft, dan bent u een van de velen waar dat gebeurt. En dat zijn, omdat ze ook zoveel en in grote aantallen gebeuren, vrij succesvolle tot aan zeer succesvolle ingrepen waar je een behoorlijke kwaliteit van leven weer mee kan winnen. Als dan toch, na jarenlange artrose, een gewrichtsvervangende operatie toch de finale ingreep wordt om u van uw klachten af te helpen, dan heeft uw ledenvereniging een welkom thuispakket. Dat is een pakket wat u een gerust en veilig gevoel moet geven om na de ziekenhuisopname weer naar huis toe te kunnen. En u weet het allemaal, tegenwoordig moet je heel snel na een operatie weer naar huis toe, naar je eigen huis. Dat welkom thuispakket is een pakket van maatregelen, voorzieningen die u na overleg met uw ledenadviseur individueel samenstelt, dus op maat gesneden voor u. Dan moet u denken aan loop of andersoortige hulpmiddelen die in uw huis worden geleverd en aangebracht, maar ook personenalarmering, huishoudelijke hulp, maaltijdservice of begeleiding voor naar familie of ziekenhuisbezoek. Ten slotte wil ik u nog ter afsluiting van deze webinar meegeven dat het belangrijkste is uw leefstijlinrichting en uw activiteitenpatroon. Volgens het principe van use them or lose them. Oftewel, hou uw lichaam aan de gang, blijf uw spieren gebruiken, blijf uw spieren prikkelen en dan blijft u langer gezond met minder klachten tot geen klachten. Ik drink tenslotte liever een kopje koffie met u dan dat ik u in de praktijk als professional ontmoet. Goed, welkom terug bij ons. Ik hoop dat u iets aan het filmpje gehad heeft en dat u ermee verder kunt in mogelijkheden voor uzelf. Wij gaan verder met Boukje. Ja. En Boukje kan zichzelf ook misschien even ik voorstellen wel, of iets over je achtergrond vertellen. Ja. Nou, mijn naam is Boukje Warmink. Ik werk bij Medipoint als care consulent en ik doe een stukje relatiebeheer met onder andere wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten en dergelijke. Eigenlijk allemaal zorgverleners. En ik ben gevraagd door Judith om wat te vertellen aan de afloop van deze webinar. Tijdens de webinar werd al genoemd het stukje revalidatie na een nieuwe knie of een nieuwe heup. En er zijn diverse hulpmiddelen die hierin kunnen ondersteunen. Als u naar het ziekenhuis gaat en u krijgt een operatie, dan wordt er eerst een screening gedaan en dan krijgt u te horen van welke hulpmiddelen moet u in huis hebben alvorens u geopereerd gaat worden. Nou, dat is vaak een lijstje met producten. Ik heb hiervoor een aantal liggen. Bijvoorbeeld bij een nieuwe heup wordt u geadviseerd om niet te bukken, niet direct bij uw voeten te komen. En dan is het heel lastig om dingen van de grond af te rapen bijvoorbeeld. Nou, daarbij zou een helping hand een mooie oplossing kunnen zijn. Maar ook het aantrekken van uw schoenen, een verlengde schoenlepel, maakt het dat u makkelijker in uw schoenen kunt komen. Iets anders wat kunnen zijn, is dat het toilet net wat aan de lage kant is. Dan kunt u denken aan een toiletverhoger. Die kunt u op de pot plaatsen en daarmee verhoogt u het toilet met 10 centimeter. Dan hoeft u niet gelijk uw hele huis te verbouwen en er een nieuwe toiletpot in te zetten, maar kunt u tijdelijk met deze toiletverhoger het toilet ophogen. En deze wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Dit gaat niet af van een eigen bijdrage, dus deze wordt als dusdanig vergoed. En datzelfde geldt misschien als uw bed te laag is. Mag ik iets vragen? Ja, natuurlijk mag dat.
Is dit zeg maar van toepassing voor alle toiletten? Ja, er zitten hieronder zitten een aantal knoppen. En die kan je zo stellen dat je hem vast kan klemmen op iedere toiletpot. Oké. Ja, want je hebt zoveel verschillende soorten natuurlijk. Dus denk ja, nee, inderdaad. Je moet er wel even de bril omhoog zetten. Want hij kan niet op de bril. Hij moet hem echt op de pot plaatsen. Want anders ga je schuiven en dat wil je niet. En er zit ook een soort anti-slip op. Om te voorkomen dat hij gaat schuiven op de pot. Maar makkelijk in gebruik dus. Ja. Makkelijk in gebruik. En hij is eventueel, mocht hij wat kleiner zijn, ook de helft van de maat, is hij ook in 5 centimeter. Dus dat is ook goed om te weten als je niet al te lang bent, maar de pot is toch net wat aan de lage kant. Is hij ook nog in een lager model te verkrijgen. Ja, mooi. Datzelfde geldt voor het bed. Heeft u een wat lager bed? Ook daarin zijn verschillende afmetingen. Ja, iedereen kent ze eigenlijk wel van de kraamzorg, de welbekende klossen. Maar ja, die kunnen ook heel goed ondersteunen. Bij als u net een operatie heeft ondergaan om het bed wat hoger te zetten, al is het tijdelijk. Met 14 centimeter of 28 centimeter het bed op te hogen. En deze worden ook vergoed door uw zorgverzekering. En het is een simpele oplossing natuurlijk. Ja, voor in plaats van een hooglaag bed. Inderdaad. Ja, ja, je slaapt het liefst in je eigen bed. Ja. Dus dan is dit een hele mooie oplossing. En eventueel, mocht het nodig zijn, kan je er ook nog een losse papegaai bij verkrijgen. Die staat ook op een standaard. Die kan je achter het bed plaatsen. En dan heb je nog een extra steuntje die je kan ondersteunen bij het verplaatsen in bed. Ja. Dus dan heb je wel de voordelen van een hooglaag bed. Maar heb je niet een heel eenpersoonsbed ergens beneden staan en kan je gewoon in je eigen bed slapen. Ja, oké. Ik was net hier, we staan in de buurt van de winkel Purmerend. En daar kwam net een klant de winkel binnen en die zei, ik krijg volgende maand een nieuwe heup. Maar de orthopeed zei, mevrouw, u moet iets meer bewegen om in betere conditie te komen voordat voor u de operatie ingaat. Ja. En die kwam het volgende halen. De fietstrainer. Ja. Dit is een apparaatje wat je voor je stoel kan plaatsen. En kan trappen. Voor je eigen stoel. Dan heb je niet gelijk een hele home trainer in huis. Maar kan je vanuit je eigen stoel wat conditie opdoen. En vooral ook de gewrichten in beweging brengen. Want hoe meer die gewrichten in beweging komen, hoe in betere conditie uzelf ook komt. Maar je ziet, je kan hem ook op tafel plaatsen. Heeft u last van uw schouders, ellebogen of polsen? U kunt hem ook op deze manier gebruiken om die gewrichten te trainen en in beweging te krijgen. Multifunctioneel. Dus ook voor op de bank 's avonds eventueel. Dat, ook gewoon inderdaad de eettafel. Ja. Of inderdaad voor de stoel of op de bank mooi. Een stukje trainen. En neemt weinig ruimte in. Absoluut. Daarnaast heb ik nog een paar kleine hulpmiddeltjes. Meer voor de handartrose meegenomen. Een verdikte vork. Die heeft een extra dik handvat, waardoor die makkelijker vast te houden is. En eventueel mocht u een beperking hebben in de pols. Je kan ook de vork buigen, zodat hij in een hoek van 90 graden komt te staan. Zodat hij niet deze beweging hoeft te maken, die soms heel pijnlijk kan zijn. Maar dan kunt u hem op deze manier de vork naar uw mond brengen. Ja. En hetzelfde geldt voor nog in de verpakking zitten, maar nu is hij eruit. Een mes in een hoekse haak. Waardoor je makkelijker je brood of je eten kan snijden of op deze manier kan doen. In plaats van dat je een mes moet je vaak best wel wat kracht zetten. En in een vervelende positie je hand manoeuvreren. En dit maakt dat je die gewrichten bespaart. En gewoon op één lijn kan houden, zeg maar. Op deze manier je eten kan snijden. Ja. En gebruik maken dus van de grote gewrichten in plaats van alle kleine gewrichtjes. Ja, want ik zie hier een vraag binnenkomen van Jannie. Hebt u ook adviezen bij af en toe veel last van artrose in bepaalde vingers?
In mijn geval was kort geleden een vingergewricht zo erg ontstoken dat toen de ontsteking weg was, de nagel deels losliet. Nou, dat was een behoorlijke ontsteking. Ja. En zeer pijnlijk. Maar inderdaad, welke adviezen kun je daarbij? Nou, je hebt al wat laten zien inderdaad, in de keuken. Een mes. Je hebt ze ook een grote vleesmes of een kaasschaaf ook in deze manier in een hoekse stand. Je kan heel goed, je hebt hier een verdikte vork. Maar wil je niet een hele andere vork kopen, je kan ook heel simpel gewoon een stukje isolatiemateriaal van voor een verwarmingsbuis om je eigen bestek doen of je eigen producten, zodat je zelf het product kunt verdikken. Waardoor je dingen makkelijker vast kan houden. Dus dat verdikken zorgt ervoor dat je minder je gewrichten hoeft te buigen? Minder te buigen en minder kracht hoeft te zetten. Ja. Dat kan daarin ook ondersteunen. En heb je ook spullen hier liggen om potten open te draaien bijvoorbeeld? Ik heb wel de multi-opener hier. Daar kan je inderdaad, zit hier een anti-slip stukje, waardoor je makkelijker met een soort hefboom een fles kan openen. Maar hiermee kan je ook makkelijker met een verlengde hefboom een kurk openen of een pak openen. Het is eigenlijk een blikje. Het is een handig hulpmiddel. Ze noemen het ook de 5-in-1. Je kan verschillende producten mee openen. Hm. Ik heb hier nog daarbij twee type wandbeugels. Ik zeg altijd, als u weet, heeft u permanent een wandbeugel nodig, neem alsjeblieft er eentje die u vastschroeft aan de muur. En niet eentje met zuignappen. Deze weet u dat hij altijd vast blijft zitten. En deze moet u eigenlijk dagelijks controleren. U moet hem eigenlijk dagelijks van de muur afhalen, de muur eronder schoonmaken en hem weer opnieuw bevestigen. Dus hij kan wel heel handig zijn als u bijvoorbeeld op vakantie gaat of op visite gaat. En u weet, ik heb daar even tijdelijk een extra steuntje nodig. Ja. Is hij ontzettend handig, maar weet u dat u hem permanent nodig heeft, koop alsjeblieft een vaste beugel. Ze zijn aanzienlijk goedkoper en u weet zeker dat deze altijd stand houdt. Ja, precies. Dat is toch belangrijk, want je hebt niet voor niks zo'n beugel, toch? Absoluut. Ja. Ik krijg een vraag binnen. Of er ook hulpmiddelen zijn voor artrose rond de voetbotjes van de wreef? Er staat verder niets bij, maar... En bedoelt ter ondersteuning of aantrekken van sokken? Ik heb toevallig hier een sokaantrekker bij me nog. Hier kan je sok omheen doen, maar eigenlijk is het meer voor de heupen. Als je doet hier sok omheen en je stopt je voet hierin en je kan hem op afstand aantrekken. Je trekt aan de linten om de sok aan te trekken. Ja. Dus daardoor hoef je ook niet te bukken en te buigen om je sokken aan te trekken, omdat je niet zo goed bij je voeten kan. Maar is dit eigenlijk een verlengstuk? En trek je hier aan. Ja. Mooi. Daarnaast elastische veters. Als het niet lukt om je veters te strikken, zijn er ook elastische veters die je al in je schoen kan doen. En daardoor makkelijker je schoen aan kan doen en je veters niet hoeft te strikken. Ja, dus die laat je gewoon zitten en dan kun je elke dag opnieuw zo. Ja, dan worden het instappers eigenlijk. Inderdaad. Ja. Ja. Dan hoef je niet hele nieuwe schoenen te kopen. Oké. Dus dit wat ik bij me had. Dat was zo'n beetje, oké. Nou, ik weet niet of er nog verder nog vragen zijn vanuit de kijkers. Of er nog wat binnenkomt. Ik zie niet echt speciaal iets binnenkomen. Nou, dan kunnen we nog iets toevoegen? Ik zeg bedankt voor het kijken eigenlijk. Ja, ik ga even nog afsluiten. Ik ben nog wat vergeten ben. De loophulpmiddelen. Ja. Voor als je na een operatie hebt. Dan heeft het misschien wel met de voetbotjes te maken dan. Dat kan onder de voet. Of dat ja, maar als echt onder de voet en iemand heeft last van echte voetbotjes of een doorgezakte voet, dan zou ik echt adviseren om naar een podoloog te gaan. Of een podotherapeut. Want dan kom je meer in de richting van steunzolen of aangepaste schoenen. Er is hier ook iemand inderdaad die dat adviseert. Even kijken, nu gaat het erg snel. Artrose in handen. Kan je oefeningen met je handen doen? Voor artrose in de handen.
Duimartrose, schillen is lastig. Hebben jullie daar iets voor? Ja, er zijn schillers inderdaad ook met een dikke handvat. En met dat je een brede... dat je zo een appel of een aardappel schilt. In plaats van dat je deze beweging maakt. Want die is vaak heel pijnlijk en lastig. Ja, met zo'n dun schiller bedoel je? Nee, gewoon echt een dun schiller. En eventueel dat je hem vastzet op een plankje met een paar spijkertjes erin. Als je die aardappel niet hoeft vast te houden. En dat je op die manier kan doen. Ja. Er zijn ook schilapparaatjes. Er zijn wel verschillende producten voor. Kun je ook iets zeggen over als je je vingers niet goed kunt strekken, hoe je ze dan toch kunt gebruiken? Ik denk dat dat meer een vraag is voor een fysiotherapeut. Fysio, hè? Ja. Ja. Dus Alexandra, denk dat zeg maar voor de fysiotherapeuten geschikt is om die vraag te stellen, om te kijken welke oefeningen daarvoor gedaan kunnen worden. Aangepaste schoenen komen hier voorbij. Dat is waarschijnlijk voor artrose in de voeten natuurlijk. Artrose in de rug. Wat raden jullie mij aan? Een harde of juist een zachte matras? Dat is heel persoonlijk. Dat ga ik niet zo... Ook daarin denk ik... misschien kan je daarna verwijzen... Naar de slaapadviesdagen. Ja. Ingrid, jij stelt de vraag over de matras... Wij hebben jaarlijks in samenwerking met Medipoint een periode waarin zeg maar actiematrassen via Medipoint in de aanbieding zijn. Maar rondom dat slapen worden er ook slaapadviesdagen gegeven. En dan kun je zeg maar voelen hoe het is om op een hard of op een zacht matras te liggen. We geven die dagen, ik weet niet waar je woont, maar we geven die dagen op verschillende locaties. En dan kun je eigenlijk een soort van proef liggen. En dan kun je advies krijgen over wat voor matras nou het meest geschikt is. Of wat je misschien zelf het meest geschikt vindt. Of wat het beste ligt, zeg maar. En daar zijn vaak goede acties ook op voor leden van SPL-ledenvereniging. Dus die wilde ik even meegeven. Dat is wel pas in het najaar. En de slaapadviesdagen zijn meestal in november. Maar de actie loopt langer. Die loopt een paar maanden via Medipoint. Dus daar kun je ook altijd voor in de winkels terecht. Ja. Ik wilde nog wat zeggen over de loophulpmiddelen. Ja? Mocht je inderdaad voor je revalidatie na een nieuwe knie of nieuwe heup elleboogkrukken nodig hebben, dan zijn die voor particulieren te huur. Maar ben je lid van de ledenvereniging, dan mag je die voor een periode van 18 weken gratis lenen. En datzelfde geldt voor een looprekje en een wandelstok eifeltje. En dat is een stok met van die vier van die pootjes eronder. Eventueel een rollator is 2 weken gratis te leen. Dus dan kan je die uitproberen. Mocht je voor langere periode een rollator nodig hebben, dan kan je er altijd eentje aanschaffen. Of zelf gaan huren voor €8 per week. Ja, helemaal goed. Ik zie nog wat vragen, maar ik zie dat jullie elkaar ook antwoord geven, dus dat is hartstikke mooi. Allerlei tips die over en weer gaan. En er wordt een vraag gegeven over voedingsadviezen. Nou, misschien dat we daar nog een keer inderdaad een artrose en voeding webinar voor kunnen organiseren. Dus mogelijk dat daar nog weer een vervolg op komt via ons. De kosten van de fietstrainer, die wilde iemand weten. Oh ja, nee. Weet ik niet uit mijn hoofd. Heel erg. Kijk of er een plakkertje op zit. Kijk hoor. Sylvia, als je handig bent met de website. Ja. www.medipoint.nl. En als je daar intoetst in de zoekbalk fietstrainer, dan komt hij eruit. Ja. Of even lang, ik kan hem nu ook niet zo snel zien. Of even langskomen in de winkel als het dichtbij is. Maar ik kan ook altijd klantenservice bellen van Medipoint om die vraag te stellen. Ja. Nou, dan denk ik dat we een beetje aan het einde komen. Van dit webinar. Het welkom thuispakket is genoemd in het filmpje door Frans Poel. Dus mochten jullie...
ja, op een gegeven moment in de situatie komen dat je een geplande opname krijgt in het ziekenhuis. Dat hoeft niet alleen voor heupen en knieën te zijn, maar dat kan ook een andere operatie zijn. En je wilt advies over hoe doe ik dat nou als ik thuis kom? Hè? Hoe doe ik mijn huishouden, mijn boodschappen? Welke hulpmiddelen heb ik nodig? Hoe ga ik het doen met vervoer? En ja, je komt er niet echt zelf uit. Daarvoor kan je onze ledenadviseur inschakelen. Gewoon bellen en een afspraak aanvragen. Wat we verder, nou, wat we al genoemd hebben, zijn natuurlijk de verschillende voordelen bij Medipoint. Voor leden van onze ledenvereniging. En ja, leden krijgen 10% op het hele assortiment van Medipoint. Kopen. En er zijn een aantal producten die nog een extra korting krijgen. En dat zijn de veelgebruikte hulpmiddelen eigenlijk. Dus denk aan een douchekrukje inderdaad en een wandbeugel. Ja, helemaal goed. En als we na onze afsluiting krijgen jullie allemaal nog een mail toegestuurd met informatie, contactinformatie van de ledenvereniging en contactinformatie van Medipoint. Mochten er nou nog vragen zijn dat je denkt, oh, die had ik toch nog even willen stellen, kan altijd, bel ons of bel naar Medipoint en we gaan proberen het antwoord te geven wat vast gaat lukken. Dus ja, dan zou ik zeggen tot de volgende keer en Boukje heel erg bedankt voor je input en voor je hulp en voor de adviezen. En mogelijk tot een volgende keer. Dankjewel. Fijne middag nog. Tot ziens.